Darlings, vandaag maken we een lekkere cocktail, namelijk de Germain en Lima. Een frisse cocktail op basis van Saint-Germain elderflowerlikeur. Dit gaan we gewoon bouwen in het glas, dus we vullen ons glas met ijs. En dan als eerste ingrediënt onze heerlijke Saint-Germain elderflowerlikeur, dus op basis van vlierbloesem, 3 centiliter. Dan een ingrediënt die heel gekend is voor pisco sour, namelijk pisco, de typische drank uit Peru. Daarvan 2 centiliter. Zo. Als zuur ingrediënt hebben we gekozen voor vers citroensap. Daarvan gaan we ook 2 centiliter in ons glas doen. En dan rozemarijnsiroop. Daarvan 1 centiliter. Rozemarijnsiroop is heel gemakkelijk om zelf te maken. Dus we gaan eigenlijk gewoon gelijke delen water en suiker opwarmen tot de suiker opgelost is. En dan rozemarijn in kleine stukjes laten infuseren in onze warme siroop. En hoe langer je infuseert, hoe sterker de smaak is. En afvullen doen we met een lekkere florale tonic. Zo, laat het maar bruisen. Het is toch een cocktail voor de feestdagen. Gaan we nog even roeren. En afwerken doen we ook feestelijk, namelijk met een eetbaar bloempje. Past perfect bij het florale karakter van deze heerlijke cocktail. Gemakkelijk om te maken, onze Germain en Lima. Cheers. We gaan een hapje maken met pinza. Platte kaas, spek, tuinkers, een beetje mosterd, tomatjes. Een pizza meer Vlaamser. Met spek en maar zonder boeien. We hebben pinza, dus pinza is pizzabodem. Tussen pizzabodem en focaccia. We gaan er eens een Vlaamse van maken. Hè? Waarom niet? Ik ga er een klein beetje olijfolie op doen. Dat hij wat blinkt in zijn vel. Hè? Zo, we gaan er wat platte kaas op doen. Dat heel zacht oversmeren. Een keer hier. Zo, wat ga ik nou doen? Ik ga die tomaatjes, ik ga dat mee in een oven steken. Ik ga dat gewoon in vieren doen. Een klein beetje olijfolie weer een wasmaak in steken. Een beetje zout. En een wat peper. En we gaan dat zo mooi mengen. Voilà, zie. Zo, en we gaan dat zo in een oven steken. 180 graden, mooi voorverwarmd, op een grill en ermee weg zie. Voilà. Niet vrij lang, hè. Een minuutje of 5, de tijd van mijn spek te bakken. Rauw spek. Goed, hè. In blokjes. Je kunt ook zeggen dat dat spek wat vet heeft, maar als je nu Spaanse ham neemt, dan hangt daar ook veel vet aan, hè, jongens. Weer wat kruiding op, hè. Wat zout. We gaan een vinaigretje maken met mosterd. Beetje olijfolie erbij. Zo kan er nog een beetje rode wijnazijn bij doen. Dan wat zuren bij ook, hè. Klein beetje water bij doen. Voilà. Een echte vinaigret. Lekker zeg. Oké, onze pinza is klaar. Pinza. Voilà, zie, ondertussen is zijn spek ook klaar. Ik ga er nog een klein beetje platte kaas bij doen. Zo wat voor meer smeuïgheid hebben. En nu heel simpel, hè. Gewoon een spek, platte kaas, tomaatjes. Wat gaan we daar nog bij doen? Tuinkers. Soms vergeten, dat geeft zo'n mosterdsmaak. Kijk, en we gaan dat... Heel rustig, die mosterdvinaigrette daar een beetje bij. Voilà, zie. Zo. Heel simpel, geen basilicum. Zo. Op de plank. Leg er uw mes naast. En iedereen kan snijden. Een pinza. Lekker in het midden van tafel. Gezelligheid.
feest. Darlings, vandaag gaan we een heerlijke mocktail voor jullie maken, genaamd de Fleur d'Hiver. En in het West-Vlaams de Winterblommen. Wat hebben we daarvoor nodig? Onze Martini Florale, een heerlijke aperitief zonder alcohol op basis van verschillende soorten bloemetjes. We gaan 4 centiliter in een hittebestendig glas doen. Ik zal direct uitleggen waarom. 4 centiliter. Dan 3 centiliter biologisch appelsap. Dan 2 centiliter vers citroensap. En dan ons voorlaatste ingrediënt, 1 centiliter violette siroop. Siroop van de heerlijke bloemetjes. En dit is geen normale mocktail, maar een warme mocktail. Dus deze gaan we optoppen met wat warme kamillethee. Roeren. Het aroma is echt geweldig. En afwerken doen we, zoals jullie weten van mij, met een eetbaar bloemetje. Zo, onze Fleur d'Hiver of Winterblommen. Cheers! Broodje pulled pork, dat kent iedereen. Maar een stevig hapje met een broodje pulled fazant, dat is misschien wel wat nieuw. En dat ga ik vandaag maken. Het receptje is heel simpel. Je neemt zo'n klein glaasje, je vult dat helemaal met rode wijnazijn. Voilà. En dan gaan we datzelfde glaasje half vullen met suiker. Dat zal ongeveer zoiets zijn, denk ik. We gaan daar een takje tijm bij doen. Zo. En dat gaan we gewoon op het vuur een beetje laten smelten. En dat gaan we dan over onze rode kool gieten. Maar eerst moet die natuurlijk fijn gesnipperd worden. En als uw rode kool gesnipperd is, doe je die in een grote kom. En dan giet je je warme azijn erover. Dat laat je zo marineren. Ik ga dat een beetje bijkruiden met peper en zout. Deze gaan we gewoon even in de koelkast laten staan. Een uurtje. En dan wordt die mooi zacht van structuur. Tijd voor mijn fazant. Dus wat gaan we daarmee doen? Ik ga dat een beetje pareren. Dat vet hier zo wat afhalen. En we gaan dat gewoon in een kastrolletje onderzetten in een beetje bouillon. Gewoon een bruine fond. Voilà. Stukjes fazant leg ik erin. We gaan daar tijm en look aan toevoegen. 1 teentje look zal voldoende zijn. En dat zet je gewoon zo aan de kant. Het volgende wat ik nog ga doen, zijn onze appels. Dus ik ga gewoon mooie schijven eraf snijden. Zoiets. Ik heb hier wel zo'n uitsteekvorm voor ons klokhuis eruit te halen. Pannetje op het vuur. Broodje boter erin. Bak een appeltje is altijd lekker, hè. Heel klein beetje suiker erover strooien. Ondertussen dat mijn appeltjes staan te bakken, ga ik mijn broodjes al snijden. Dat gaan we kort even bakken. Dat is veel lekkerder, hè? Een broodje dat zo een beetje gebakken is. Appeltjes, die ga ik eruit halen. Ik ga wel diezelfde pan gebruiken om heel eventjes mijn broodjes in te leggen. Dat moet zijn. Zie. Nu ga ik mijn fazant daaruit halen. Dan kan ik je zien dat hij niet ver genoeg is. Enfin, je voelt eigenlijk dat die fazant zo'n klein beetje weerspanning geeft. Dat wil zeggen dat hij niet goed is. En deze, dat gaan we zo met 2 vorken een beetje uit elkaar trekken. Voilà. Dat ga ik in een kommetje doen. Zo. Sausje.
Dat is bijna genoeg ingekookt. Dat gaan we nog even laten koken. Ons appeltje dat ga ik er al op leggen. Dat zie je. Dan een klein beetje van onze jus bij onze fazant. Dat gaan we goed mengen. We gaan dan nog een beetje bijkruiden met peper en zout. Dat leggen we op ons appeltje. Echte winterapjes, hè. En de rode kool. Schoon van bovenop liggen. Afwerken met een takje tijm. En meer is het niet. Smakelijk.